In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Esra en zij is 5 jaar geleden verkracht. Afstand of aanraking? Afstand. Wel of geen seks? Geen seks. Kinky of vanilla? Vanilla. Vluggertje of voorspel? Voorspel. Wel of niet zoenen? Wel. Hoe gebeurde het? Ik was klaar met mijn voetbaltraining. Toen kwam ik een oude schoolgenoot van mij tegen. Op de parkeerplaats. Ik dacht, ik loop er gewoon even heen, maar ik was alleen, het was donker. Toen trok hij mij eigenlijk uit het niks de auto in. Toen ging de autodeur op slot, dus kon er niet uit. En toen had ik wel echt iets van, oké, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar dit gaat niet goed aflopen. Deze jongen is 2 kop groter dan mij. 2 keer zo breed als mij. Ik zit hier als 14-jarig meisje. Deze jongen is 20. Ik kan hier niks tegen doen. Vervolgens begon hij me aan te raken en uit te kleden. Ik heb geschreeuwd, ik heb geslagen, gekrast. Maar omdat het niet werkte, lag ik er uiteindelijk echt hopeloos bij. In een soort van trance. Op dat moment ben ik wel gaan nadenken. Nadenken over andere dingen. Om uit de situatie te ontsnappen. Ik ben gaan kijken naar de bekleding van de auto, naar wat er in de auto hing. Naar van die geurboompjes die in de auto had hangen, welke geuren. Gewoon om aan andere dingen te denken? Ja, gewoon puur om uit de situatie te ontsnappen, omdat ik wist, ik kan niks. Ik kan niet tegen hem vechten. Ik moet. En toen? Nou, toen heeft hij zijn broek uitgedaan. Heeft hij met zijn geslachtsdeel is naar binnen gegaan. Terwijl jij op de stoel zat? Terwijl ik op de bijrijdersstoel zat en hij hing over mij heen, zeg maar, met 1 hand op mijn borst gedrukt. Waardoor ik ook niet kon draaien of hem weg kon duwen. Toen hij mij losliet, toen streelde hij nog over mijn wang heen. En toen is hij weer in zijn stoel gaan zitten. En toen was het eigenlijk voorbij. Daarna ging hij me knuffelen. En door mijn haar strelen en kusjes geven. Wat ik eigenlijk nog ranziger vind. Alsof ik het allemaal goed vond. Alsof ik ervan genoten had. En het moment dat ik de auto uit mocht, waren zijn laatste woorden ook nog: doei, lieve schat. Wat hij deed, hij zei op een gegeven moment, zei hij, je mag gaan. Of hij deed het ding open. Ja, hij zegt, moet ik je naar huis brengen of loop je naar huis? En wat zei jij? Ik heb niks gezegd. Zo snel als ik kon heb ik de deur opengegooid en ik ben gaan rennen. Ik ben gaan rennen en gaan rennen en gaan rennen totdat ik op een punt was. Ik dacht, hier kan hij me niet meer vinden. Ja, ik stond te trillen, ik stond te hyperventileren en ik dacht, mijn ouders mogen dit niet weten. Die mogen dit niet weten, die verklaren me voor gek. Die schamen zich kapot voor mij. Je gaat weer alles op jezelf betrekken. Waarom vul je dat dan in voor je ouders? Je bent zo bang. Het is je eerste seksuele ervaring. Je ouders denken dat je slim bent. En bij mij was het gewoon, zie wel dat je dom bent. Misschien had je wel gewoon nog harder moeten schreeuwen. Of je had hem gewoon een trap in zijn ballen moeten geven in plaats van een klap in zijn gezicht. Maar ja, dan verandert het niet. Maar op dat moment denk je daar wel. Als je nu terugkijkt naar dat moment, ja, vind je dan dat je naïef bent geweest door op die auto af te stappen? Nee. Nee, achteraf gezien niet. In het begin wel, heel erg. Waarom? Want ik zou dat ook doen. Ja, je denkt toch dat het toch je eigen schuld is. Je gaat toch denken van, heb ik een blik gemaakt waarvan hij dacht dat ik het wou? Of ben ik niet duidelijk genoeg geweest? Terwijl je weet dat je 20 keer stop hebt geroept. Je weet dat je me hebt geslagen en gekrast. Maar toch, ergens onbewust gaat dat toch door in je hoofd. Van ja, het is toch misschien mijn eigen schuld. Of waarom loop ik ook op hem af? Of waarom heb ik nog niet op die vriendin van mij gewacht die ook klaar was met de training? Je gaat eigenlijk alles op jezelf schuiven. Waarom is toch dat, denk je? Omdat ik me schaamde. Ik schaamde me heel erg voor dat ik op hem af was gegaan. Het was mijn eerste keer ook echt.
Dus hij heeft je ontmaagd? Ja, hij heeft me ook ontmaagd. Dus dat was voor mij zoiets dat ik dacht van ja, het is mijn eigen schuld, want ik had er niet heen moeten lopen. Of ik had toch een minder strakke broek aan moeten doen. Maar ja, aan de andere kant, als ik nu denk ik ja, maar ik kende hem. Ik vertrouwde hem. Hij trekt jou toch een auto in? Hij vroeg of ik gewoon even langskwam. Ja, als een bekende dat vraagt, dan doe je dat. Dan ga je niet raar denken. Wanneer heb je het voor het eerst aan iemand verteld? Na het gebeuren ben ik via social media benaderd door hem en zijn neefje of vriend, ik weet een van de twee, die mij berichten gingen sturen met als je iets zegt, weten we je huis. Als je iets zegt, weten we waar je broertje op school zit. We maken je af, we doen je broertje iets. We hebben je gefilmd, we gaan het online zetten. En 2 weken lang heb ik die berichten gekregen. En na 2 weken werd het me zoveel dat ik knapte en dacht, ik kan dit niet alleen. Wat gaf dan de doorslag? Toen ze over mijn broertje begonnen. Toen dacht ik, als daar iets mee gebeurt, omdat ik dit voor mezelf hou, dan vergeef ik mezelf nooit. En wat zeiden ze dan? Dat ze hem ook zouden pakken. Dat ze wisten waar hij op school zat, waar hij woonde. En toen waren mijn ouders werken op dat moment. Ik was alleen thuis met mijn broertje. Ze hebben mijn oma gebeld. Toen is mijn oma gekomen. Daar heb ik het als eerst tegen gezegd. Hoezo belde je dan je oma? Omdat mijn ouders op het werk waren. En ik heb een hele goede band met mijn oma. En die is naar mij gekomen. Wat zei je toen aan de telefoon tegen haar? Ja, dat ik wou dat ze zo snel mogelijk naar me toe kwam. En wat zei je toen? Toen heb ik gezegd dat ik werd bedreigd. Toen zei ze, waarom dan, Dobby? En toen langzaam, ja, heb ik dan verteld dat ik 2 weken daarvoor was verkracht door een jongen. En hoe reageerde ze? In paniek. Een schuldgevoel. Dat ze het niet had gemerkt. Dat ik er zo lang alleen had mee rond had gelopen. Denk je ook dat het helemaal niet te merken was aan jou? Nee, ik denk het niet. Ik weet mijn gevoelens, mijn emoties zo goed te beheersen en te verstoppen. Dat niemand het door heeft gehad. En ook iedereen heeft achteraf gezegd, we hebben het niks eigenlijk doorgehad. Heb je aangifte gedaan? Ja, ik heb aangifte gedaan. Met mijn moeder en oma ben ik naar het politiebureau gegaan. Toen ik op het politiebureau aankwam, kon ik geen aangifte doen. Omdat de politie daar niet op getraind is. Daar moet een speciale eenheid voor zijn, zedenpolitie. Voordat je aangifte gaat doen bij de zedenpolitie, krijg je een intake. Je leert 2 mensen kennen die ook jouw aangiftes gaan doen. En dan krijg je een bedenktijd, wat ik wel heel raar vind. Waarom? Om te kijken of je wel echt de aangifte wil doen. Maar ja, een bedenktijd was voor mij meer een afhaaktijd. Ik snap het wel, want ze leggen ook echt uit bij die intake dat als jouw verhaal niet klopt en ze komen erachter dat jij liegt, wat er dan gebeurt met jou, zeg maar. Dat jij dan een rechtszaak krijgt omdat jij nep aangiftes doet. Ja, toen heb ik dus mijn aangifte gedaan bij de zedenpolitie. Een week later? Ja, een week later ongeveer. En toen is het eigenlijk allemaal heel raar bij mij verlopen. Ze zeiden dat er geen voldoende bewijs was voor een rechtszaak. Nou, toen hebben mama en ik het daar eigenlijk bij neergelegd. Want we dachten, ja, we kunnen daar niks mee. En toen is daar ruim 2 jaar overheen gegaan. En toen belde een vriendin van mijn moeder op. En die zei, Esra staat in de krant. Mama zegt, nee, dat kan niet, want er is geen bewijs. De rechtszaken zijn niet doorgegaan. Is mama daarheen gegaan en ze had gelijk. Ik heb mijn eerste rechtszaak in de krant gelezen. En wie had dan die rechtszaak gedaan? De politie, het OM. Maar die waren vergeten ons ook een brief te sturen. Ja, mijn moeder was een gek natuurlijk het OM gebeld. Van, wat is dit? Hoe kan dit gebeuren? Ze dachten dat we af zouden haken. Mama zegt, ja, we strijden al 2 jaar voor een rechtszaak. En dan komt er een rechtszaak, dan haak je niet zomaar af. Hoe ging dat toen verder? Ja, de eis was dus 2 jaar celstraf en een schadevergoeding van 5000 euro. De uiteindelijke uitspraak is 9 maanden
celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, dus 3 maanden echt cel. En een schadevergoeding van 1.000 euro. En hoe komen ze daar dan toch op? Omdat er geen DNA-bewijs was. En dat ook nodig. Dat DNA is dus het belangrijkste. Ja. Maar dat is hetgeen wat je gelijk wist als je net bent verkracht. Ja. Want je gaat douchen. Klopt. Want ja, daar denk je niet over na. Je denkt niet van, oh, ja, dat moet ik allemaal bewaren. En eigenlijk moet je meteen een verkrachtingskit doen bij de dokter. Voor inwendig DNA. Dat komt bijna nooit voor dat iemand dat meteen doet. Heb je na je verkrachting nog seks gehad? Ik heb na de verkrachting wel nog seks gehad. 3 jaar later, toen ik 17 was, voor de eerste keer weer geprobeerd. Dat ging niet zoals ik had gedacht dat het zou gaan. Ik dacht dat ik er wel overheen was, zeg maar, dat ik het had geaccepteerd. Maar als je het dan echt hebt geprobeerd, ik raakte weer helemaal in paniek. Ik begon te huilen. Ging het dan te snel of waardoor raakte jou in paniek? Seks stond bij mij gewoon echt als angst, als iets wat ik niet hoorde. Iets wat ik nooit meer wou, zeg maar. Omdat het ergste is wat me was overkomen. Maar op een gegeven moment zit je in een relatie. Al best lang. En wil je het toch proberen. Je zit op een leeftijd. En dan probeer je het. En ik raakte helemaal in paniek. Alsof ik weer terug in die auto zat. Ik voelde die autostoel. Ik zag zijn blik weer voor mij. Ik werd helemaal gek. Had je het dan nog langzamer moeten doen? Ik denk het wel. Op een gegeven moment kun je het ook wel opbouwen. Want ik heb ook wel echt seks gehad nog. Daarna. Ik had geluk dat de jongen waar ik toen in een relatie mee zat, er respect voor had. Het op mijn tempo wou doen, mij tot niks verplichten. En als het niet ging, ook gewoon meteen stopte. Denk je er nog vaak aan terug? Ja. Vooral nu ik er andere mensen mee wil helpen, moet ik eraan terugdenken. Dat is ook de reden dat ik mijn verhaal wou doen. Ik vind het gewoon, ik denk er vooral nu positief aan terug. Hij heeft me niet kapot gekregen. Hij heeft een deel van mij kapot gemaakt. Maar hij heeft mij niet helemaal kapot gekregen. Ik sta hier nog steeds. De mening van andere mensen, dat aandacht is of het doet me niks meer. Het maakt me echt niet uit. Ik heb zoveel haat, haat gewoon gehad van, ja, je doet het voor aandacht of je liegt. Dat ik nou denk van, ja, weet je, ik weet de waarheid. Jij hoeft de waarheid niet te weten. Hij heeft ook alles ontkend. Ik weet wat er is. Ik weet hoe het is gebeurd, wat er heeft gespeeld. Als jij het niet wil geloven, ja, dan hoef je het niet te geloven. Maar kan je op een soort van gekke manier zeggen dat je hier wat aan hebt gehad? Ja. Ik heb nou gewoon gezien hoe sterk ik kan zijn. Hoe sterk ik als persoon kan zijn en ben. En dat ik gewoon een keigoeie, lieve, warme familie heb. Kei fijne vriendenkring. Die mij echt hebben bewezen dat ze voor door het vuur gaan. Stel, je zit nu te kijken en je bent verkracht. Wat zou je tegen zo iemand willen zeggen? Zoek iemand om mee te praten. Het maakt niet uit wie. Maar probeer erover te praten. En als je niet kan praten, als je niet durft, schrijf het op en geef het af aan iemand. Ga naar vrienden, familie, school, politie, een buurvrouw, een vriend van jou, dus het maakt eigenlijk niet uit. Ga naar iemand die jij vertrouwt en praat. Heb jij nou iemand die je hier graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek met Esra? Check dan onze podcast via de link in de beschrijving. Nou, dat was hem. Eet jij eigenlijk een pannenkoek altijd met stroop of met poedersuiker? Allebei. Tegelijk? Ja. Nee. Jawel. Echt?